voor jezelf heb je altijd voor ogen gehad. Ik speel tot 5, 6, 37 en ik kom terug en ik kan hier nog wat verschil maken en mijn steentje bijdragen. Alleen ja, de realiteit was nog anders. En dan stop je en dan, hè, dan heb je natuurlijk het zwarte gat. Alleen daar wilde ik niet in komen. Alleen ik ging echt alles aangrijpen om te kijken wat bij me paste. Ik werd echt doodongelukkig op dat moment van de televisiewerk. Ondertussen was ik dan bij de jongste jeugd en heel snel werd ik assistent van Marcel Keizer. En uiteindelijk toen ik bij Jong Ajax in een prachtige lichting met Frenkie en Abdel Aknouri en Karel Eiting. Ik had gelijk, dit past bij mij. Maar ook wel blij met de kansen die Ajax mij geboden heeft en het vertrouwen. En dat ik me kon ontwikkelen bij de club, bij mijn clubje, zeg maar. Kijk, het is heel simpel, Ajax en de club. En vooral het gevoel, dat stroomt gewoon door je bloed en je aderen. Debuut in het betaald voetbal van de nieuwe trainer van Jong Ajax, van John Heitinga. Ik was net onderweg van Ajax terug naar huis. En Mark belde en heb ik natuurlijk even gezegd dat ik erover na moest denken. Dat ik de volgende dag bij hem terug zou komen. Toen zei mijn vrouw natuurlijk van je hoeft er helemaal niet over na te denken. Ik zei nee, dat klopt. Het was heel kort. Het was echt van, we willen je graag de kans geven om hoofdtrainer te worden van Jong Ajax. We zijn blij met je prestaties. Ik wist wel en ik voelde wel aan dat er wat ging gebeuren, maar wat er ging gebeuren was nog niet bekend. Het gaat erom dat we in deze fase elkaar hard nodig hebben. Kom aan jongens, een heel jaar weg naar deze wedstrijd toe. 4 jaar lang hoofdtrainer van de onder 19, 18. Je moet die derde, vierde moet je maken, dan moet je zakelijker zijn. Het is best wel een lange tijd. Ik heb altijd al gedacht, als het moment daar komt en Ajax gelooft in mijn kwaliteiten, ja, dan ga ik zeker een kans krijgen. Wat betreft voor mijn eigen route toch wel de beste plek die ik kon krijgen. Ik belde hem volgens mij op en ik zeg, denk er eens even over na. Ik zeg, maar je moet niet te lang nadenken, want dan gaan we weer verder. Ik zag dat hij die ambitie had, hè? Vrij snel begonnen, ook in de jeugd. Hè? Trainer, een beginnende trainer, we moeten vlieguren maken. Dit jaar mag hij blij zijn dat hij een prachtelftal als Jong Ajax mag trainen en zich verder kan ontwikkelen. Trainer zijn, dat leer je niet zomaar in 3, 4 jaar. En de opbouw die hij nu heeft, daar mag hij heel blij mee zijn. En daar moet hij mee aan de slag. Natuurlijk is het mooi als we oud-spelers kunnen opleiden, maar het is geen must. Ze moeten goed zijn, ze moeten kwaliteit hebben. Dat is het enige wat telt. Afgelopen wint ADO Den Haag zijn eerste wedstrijd van het seizoen. Je stelt je toch een ander debuut, stel je voor natuurlijk. Er waren gewoon een aantal jongens die het niveau niet konden halen. En wij opereerden niet als collectief. En je moet zeker op dit niveau in de keukenkampioendivisie moet je gewoon goed zijn. Ik ging naar mijn broer, ging vaak mee kijken naar de wedstrijden natuurlijk. Als familie, als gezin.
En toen liep ik John tegen het lijf. En toen dacht ik, nou, wauw. IJs? Nee, geen IJs. En toen zei ik het al tegen mijn moeder. Mijn moeder, nee, ze, hij heeft al een vriendin, die loopt bij hem, laat dat gaan. Uiteindelijk... Dat was mijn zus, hè? Ja, was zijn zus. Ik wist ook niet dat ze bij Boudewijn, dat het zusje van Boudewijn was. En uiteindelijk... Hij had wel het meisje op het oog, hoor. Maar hij wist niet dat ik zijn niet, zusje was. Ik noemde het elke keer thuis. Nee. Nee, ik noemde het elke keer het meisje van het Spelersong. Uiteindelijk hebben we samen de EK 2004 gespeeld. Toen was mijn familie natuurlijk ook aanwezig in de Algarve. En toen is eigenlijk het eerste contact ontstaan tussen John en mijn zus. Hij zag er gewoon heel goed uit. Zag? Ja, en wat vind jij van mij? Oh, dat is niet gevraagd. Oh, dat is niet gevraagd. Ik moet zeggen, John is een hele goede, wat je zegt, stoere, maar wel lief jongen. Hij probeert het eigenlijk altijd aan iedereen naar de zin te maken. Of in ieder geval, iedereen probeert hij een gevoel te geven dat hij welkom is. Ja, appelmoes. Lennox is begonnen bij AFC. En speelt nu voor het vierde jaar hier in de jeugdopleiding van Ajax. Die deur dicht. Zal je gordel niet omdoen? Oh. Als je een zoon krijgt, vond ik persoonlijk, natuurlijk hij moet zelf zijn keuzes maken. Maar stiekem hoop je wel dat hij gaat voetballen natuurlijk. En stiekem hoop je ook dat hij nog wat talent heeft dan. Geef ik jou straks een draai in je oren met voetvolley? Echt niet. Echt wel. Nee. Doe ik met één oog dicht. Ik heb met twee ogen. Twee ogen dicht? Mm-hmm. Wat ben jij voor type voetballer? Nou, nu ben ik benieuwd. Frenkie de Jong met meer goals. Frenkie de Jong met meer goals? Ja. Maar Frenkie is wel echt heel goed, hoor. Ik ook. Jij ook? Ja. Ik ben creatief aan de bal. Het staat ook mijn eigen bidon, dus vindt de trainer ook zelf. Ja! Hij is uit! Jij hebt hem aangedaan! Dag, hij is uit! Far. Elke dag bij ons is het een feestje thuis. Als ik een moment heb en we pakken de bal erbij, dan is het heel erg competitief. Ja. Jij doet dan hetzelfde in het WK-finale van 2010. Dan doe je hem om. Gooi ik je, geef ik gewoon een tackle. Nee, dan doe je met twee handen op. Nee, echt niet. Jawel. Oh, ze heeft nooit iemand gezien. Er zitten toch geen camera's bij? Maar ik wel met mijn eigen ogen. Ah. Waar zijn we heel van aan het oefenen altijd? De? Aannames en afwerk. Ja, en vooral aannames, hè. Dat is heel belangrijk. Het is natuurlijk een hele, hele, hele lange weg. Maar ik zie wel dat hij met heel veel plezier elke dag hier naartoe gaat en het uiterste van zichzelf eist. Ja, dat is wel mooi om te zien. Hij is verdediger, maar ik kan aanvallen. En ik ben gewoon beter aan de bal. Trots als vader zijnde. Maar ik ben net zo trots op Jezebel en Rikso. Ik ben wel trots op hem dat hij trainer is geworden. Het is wel iets anders dan zelf voetballen. Dus hij komt wel iets later thuis dan normaal, maar ja. Nou, voor mij was het ook wel een omschakeling. Want hij ging naar voetbal, naar een vaste baan, zeg maar. Dus nee, hij was veel minder van huis. Dan eerder thuis dan heel laat thuis. Ja. Ja. Ja, ik zag hem nog minder, ja. Maar je wil wel naar de Liga en de Premier League voetballen? Ja. Serie A ook? Leg eraan. Of het dan Juventus goed is. Moet je zelf je tas en zelf eruit halen, hè? Ja. Oké. Mm-hmm. Die is dicht. Maar je vergeet je deur dicht te doen, pannenkoek. Oh. Met nummer 3, Rio Hillen. Met nummer 4, Nordi Moussampa. Met nummer 5, Juri Baas. Met nummer 6, Kian Fitzgim. Bij ons is het zo gestructureerd dat één en jong werkt heel nauw samen. En wij spreken dus heel veel
over het opleiden van de spelers. Uiteindelijk ook over de speelwijze, want binnen die speelwijze moeten die spelers zich gaan ontwikkelen. Met zijn ervaring als voetballer en die hij nu als trainer gaat projecteren op een hele jonge selectie, ja, heeft hij hele goede innovatieve ideeën en wij zijn daar buitengewoon tevreden over. John heeft ook de opleiding hier genoten. Ik heb hier ook vanaf mijn 8e bij Ajax rondgelopen. Dus je hebt wel dezelfde voetbalideeën, dezelfde normen en waarden ook over hoe je opleidt. We willen altijd vooruit spelen, we willen altijd domineren. We willen het publiek vermaken. Ja, dat zijn dingen die je wel meekrijgt bij Ajax en bij andere clubs wellicht toch iets minder aandacht aan wordt gegeven. John is heel direct in zijn coaching, heel aanwezig. Bewaak je das! Je ziet hem ook altijd kijken wat er gebeurt. Helaas, maar dat hoort ook bij opleiding, moeten de jongens nog heel vaak aangespoord worden. Door actief langs die kant te staan, denk ik ook dat het voor de jongens fijn is dat ze voelen van, dat die ondersteuning er ook is. Ik denk als die jongens mij kennen, ja, ik ben vol passie altijd. Zeker met de druk zetten van onze voorwaartse drie vaak, ja, daar gooit hij wel heel veel energie in, zoals je merkt. Lopen, Nadji! Lopen, Nadji! Lopen, Nadji! Lopen, Chris! Die branding, Chris! Die branding! Hij wil altijd winnen. Het maakt niet uit hoe de wedstrijd loopt. Snel op, man! Ja, uiteindelijk gaat het om de overwinning. En het liefst met mooi voetbal natuurlijk, maar hij wil gewoon winnen. Het is niet dat hij alles gaat omgooien om een wedstrijd te winnen. Hij is wel echt met iemand bezig bijvoorbeeld. En vanuit daar, ja, naar het team doorbouwen en winnen. Meedoen! Voetbalspelen, wat voor mij staat voor brutaliteit. Een dapper voetbalspeler met flair. Dat vind ik wel een hele goede eigenschap als trainer zijnde. Dat je wat je zelf hebt geleerd, dat je dat over wil brengen op spelers. Bedankt jullie hartelijk voor jullie komst en zie jullie graag bij de volgende wedstrijd. Maandag 27 september om 8 uur. Jong Ajax tegen MVV weer terug. In 1959 zijn zij naar Nederland gekomen en alles stond in teken voor hem, altijd voor de familie. Hij bracht me eigenlijk overal naartoe en hij was altijd overal. En mijn opa die hield zich altijd keurig aan de snelheid, dus het waren wel af en toe lange ritjes. En zeker de weg vanuit Al van de Rijn, Lemuiden, zo richting de snelweg, was een eenbaans weg. Ja, dan zat er een hele stoet achter ons altijd en zat ik achter in die auto. Als je kijkt naar de band, ja, van kleins af aan waren wij, ja, heel close. Hij was mijn, zeg maar wel, mijn held. Ik wist altijd overal waar ik speelde, of het nou op de toekomst was, of een uitwedstrijd of in de Johan Cruijff Arena. Ik wist altijd waar hij zat. Wacht op de fout van Ajax en dan gaan ze opschakelen. En ik denk ook, door je Indische achtergrond, waardoor je, zeg maar, heel veel samen bent, heel veel met familie bent, dat zeg maar, ja, ook heel mooi is. Dat stokje heb jij overgenomen. Ja, Charlotte Vick kan heel goed Indisch koken. Ze staat heel graag in de keuken en die verrast me af en toe wel eens met een Indische rijsttafel. Ja. Oh! Stond hij net op het juiste moment op de juiste plek of niet? Timber. En zo staat hij op gelijke hoogte met Robert Lewandowski. Net zoveel goals als Lewandowski. Hij staat altijd op de goede plek. Een hele mooie leeftijd. Helaas wel door corona, COVID, ja, is hij helaas aan overleden. Maar ja, hij heeft in ieder geval wel alles mee kunnen maken. En heeft alle drie de kinderen kunnen zien. En gelukkig was hij nog wel redelijk bijlichamelijk, was hij wel op. Ja. Laat 10 seconden. Ja. Denk erin, begin je. Haller, die bal
de zijlijn. De wedstrijd zit erop. Is dit, jongen? Ajax wint voor de vijfde keer op rij in de Champions League. En gewoon weer gewonnen. Ja. Door mij. Wat doe je al? Kijk. Dat ik kijk. Ja, dan de mama toe, want je gaat zo naar bed, hè? Ja. Ik stopte halverwege het seizoen. En dan kom je in een situatie, en wat nu? Ik ben nog hartstikke jong. De hele dag thuis zitten is niks voor mij. Was jouw vriend? Nee. Doe je best. Zichtig, hè? Ja, ons best doen weer. Dan heb ik meegelopen met het elftal van Dennis de Haan. Na twee weken ben ik naar Saïd gegaan. Ik zeg, haal me hier alsjeblieft weg. He, met spanningsboog de kinderen. En daar kwam ik erachter dat die jongste jeugd, dat ik daar in ieder geval niet op mijn plek was. En toen kreeg ik de mogelijkheid om samen met George Okoraru Marcel Keizer te ondersteunen bij Jong Ajax. Ik denk dat Marcel ook een hele goede mentor en voorbeeld voor John was. En ja, het is mooi om voor mij nu te zien een x-aantal jaren verder. Yes, René. De stappen die hij gemaakt heeft. Hi John. Ja. Even één dingetje. Ik zit hier met Pierre. Kleine discussie over Donny en Kion. Wie 6 heeft en wie 8 heeft. In principe... Wie links en rechts? Donny rechtshalf of links? Donny 6, Kion 8. Donny 6, Kion 8. Oké, okay. Duidelijk. Oké, zie je zo. Dat was hem. Tot zo. Doei. Toen was op een gegeven moment die knop wel snel om en toen wist ik wel van ik wil trainer worden. Hetzelfde gevoel wat je hebt ook als speler, als je wint, de blijdschap, maar als je verliest, op de toekomst kom je denken van gewoon het winnen, het verliezen. Maar ook wel als het ging om je kennis over te dragen aan de spelers. Oké. Okay. Als hij je vertrouwen geeft en het vertrouwen voelt binnen het veld, ja, betaalt dat zich uit met de voeten, denk ik. En daarom denk ik ook dat heel veel jongens weer opbloeien onder Heitinga. Zoals Nacho bijvoorbeeld hier. Ik ben een speler die lekker vrijheid moet spelen. Die klik met Heitinga heb ik daarin wel. Ik kan daar beide wel goed in vinden. Dat jaar dat we kampioen werden, toen met onder 19. Toen waren de boys die tweedejaars A waren gewoon in de selectie en zo. En ik was nog B junior en toen zei hij van Montieke laten starten. Ik gaf gewoon een antwoord als ja. Toen zei hij, luister, voor mij is leeftijd maar een getal. Als je kwaliteit hebt, dan speel je bij mij. Unuvar en 2-0. Als je die leeftijdsverschil zag in de kampioenswedstrijd tegen Feyenoord, was wel echt een verschil. Ja. En ik denk, als je dan ook die wedstrijd op zo'n manier wint, ik denk dat het veel zegt over het team en het trainen, dat we op dat moment gewoon allemaal één waren eigenlijk. Dit is nu toch gewoon de Z-generatie. Zij willen vooral succesmomenten hebben en zij willen vooral horen hoe goed ze zijn. En elke keer, wat ga je vandaag weer laten zien als het gaat om een story op je Instagram? Want heel veel denken zal dat ze in Ajax 1 kunnen gaan spelen. Alleen, wij weten allemaal hoe jong Ajax op dit moment is. Ja, het is ook een hele uitdaging, de keukenkampioen-divisie. Nou, ik denk dat hij heel veel uit een speler kan halen. Dat komt wel sterk naar voren, vind ik. Ja, ja, hij spreekt de taal van de jongens. Dat zie je heel erg. De jongens die slaan daar goed op aan. Maar ook omdat hij natuurlijk zijn eigen geschiedenis heeft als speler zijn op topniveau. Ik denk dat hij de spelers daarin goed kan raken. Je merkt dat hij heel specifiek met het individu bezig is en daarbuiten heel goed met het team bezig is. Ja, hoe kan ik me onderscheiden? Want er zijn heel veel trainers. En hoe kan ik mezelf dusdanig positioneren dat uiteindelijk dat ze dan bij mij terechtkomen? Oké, okay, jongens, kijk even goed naar het scherm. Bij winst sta je tweede. Het is belangrijk voor ons dat jullie een podium hebben. En dat podium is om interesse op te wekken. Interesse, hè, want je weet nooit hoe een carrière gaat lopen. Maar interesse op te wekken van de hoofdcoach van Ajax 1. Dan heb je elk moment, die moet je aangrijpen. Arik en Nordin, communiceren. Kijk naar Jurri en Timber, kijk naar Martinez. Zijn constant met elkaar bezig. Oké, dank u wel. Maar met jouw technische vaardigheden en met jouw loopvermogen
En met jouw individuele klasse moet je zo'n bekje moet je slopen. Kijk, we schillen natuurlijk wel een paar jaartjes. Ik ben opgegroeid met hard werken en hè, niet zeiken en doorgaan. Nou ja, daar moet je dus wel verdieping in maken. En dat vind ik wel mooi, daar is die goed in. Danilo, I need your energy and I need your goals. And you need some goals as well, or not? Huh? Because you live for it. Eigenlijk vind ik het altijd mooi, de reactie van spelers zelf, hoe zij reageren. Nou, als dat vaak goed is, dan betekent dus dat je de juiste snaar raakt als trainer. Sontje Hansen, 2.0 wil ik zien. Veel mensen vragen zich af, waar is Sontje? Nou, wij weten het wel, Sontje. En iedereen die hier zit, weet het. En iedereen die hier zit, weet ook hoe hard je gewerkt hebt voor het moment om nu weer te gaan spelen. Hebben we gezien op de trainingen. Klopt dat, Kian? 45 minuten mag je strijden. Sinds de eerste dag dat ik de trainer had ontmoet, kwam hij even wat eten. Mijn moeder kan goed koken en dat wist hij. Ik was er wel eerst natuurlijk een beetje verlegen, want het was wel John Heitinga natuurlijk. Ik ben een moeilijk iemand die met mensen praat. Bij trainer heb ik wel zoiets, als ik hem zie op mijn telefoon om hem te bellen, dan klik ik er meteen op. Niet twijfelen. En bij andere trainers of bij andere mensen heb ik dat wel. Hoe hij is, heeft mij wel te pakken geraakt. En ik denk hoe ik voetbal, heeft hem ook te pakken geraakt. Simpel spelen, hoog tempo, maar niet ongeduldig raken. Heb je hem, Sontje? Zijn hier vragen over? Ja, het kan een buitencategorie speler zijn. Alleen je weet wel, op alleen talent ga je niet rennen. De een heeft wat meer structuur nodig dan een ander. En dan blijf ik herhalen van ja, leer je speler kennen en kijk waar je hem kan raken. Hij voelt ons. Hij voelt ook verschillende spelers. Hij weet hoe die met, laat maar zeggen, verschillende culturen ook om moet gaan. En dat vinden sommige trainers moeilijk. En hij als trainer kan dus aanpassen aan elke speler. Belangrijk is dat je die tweede helft volle bak gaat. De energie leveren. Ja? Ja, dus ook daarin even goed voorbereid zijn. Het is best wel een grote stap. Hè? En, de verwachtingen zijn natuurlijk groot. Hè? Die jongens maken op jonge leeftijd dan naam. Ja, dan is het wel van hoe ga je daar weer mee om? De ambitie en de gretigheid, kan je dat vasthouden? En daar ligt wel een serieuze uitdaging elke keer. Kijk, het was eigenlijk voor mij, zou ik blijven of niet? Verhuren of niet? En toen hoorde ik dat John Heitinga kwam. En toen, ja, na een paar weken trainen, ja, was het echt voor mij al van, ja, ik ga blijven, ik wil blijven. En ik ben er nu blij mee, ik ben er echt blij mee. Want natuurlijk, ja, Ajax is natuurlijk mijn droomclub. En ja, ik ben wel blij dat ik nog steeds met deze logo hier zo kan staan. Niemand meer achteruit zien lopen. Heeft de tegenstander de bal en het gezicht naar de eigen goal? Vooruit. Dus de aanvallers vooruit. Middenvelders mee. Verdedigers mee. Dan ben je de baas in eigen huis. Gefeliciteerd, boys. Ik zie jullie morgen. Als trainer is je houdbaarheidsdatum. Dat hangt af van resultaat uiteindelijk. Goedendag. Aangenaam, Erik Jan. Dag Erik Jan. Dag John. En dan mag je bij Jong. Is dat nog minder omdat het om ontwikkelen gaat?
Maar ik realiseer me natuurlijk wel heel goed dat als je straks de volgende stap weer gaat maken, dat het uiteindelijk om presteren gaat. I ask as well. Doelpunt van Johnny Heitinga. En dan Heitinga net voor de vuisten van Van Vissen. Ja, en het leuke is dat je ziet echt nog, ze zijn niet gewassen. En daar is het 2-0. En dan is het Heitinga. Feest compleet in Amsterdam. Die van Lucio, de kwartfinale in het WK, waarin we echt kansloos waren die eerste helft. En uiteindelijk winnen we die wedstrijd. Tegen mijn oud ploeggenoot, halve finale, met die wereldgoal van Bronckhorst. Heel veel trots tegen wie je eigenlijk allemaal hebt gespeeld. En met name onze verdediger van 1,80 meter tegen wat voor spits je moest spelen. En als je mij vraagt, als je me weer vraagt van welke wedstrijd was absoluut je mooiste wedstrijd, dan zeg ik, hè, zei ik altijd de WK-finale. En het is absoluut de mooiste wedstrijd. Maar debuut in de Kuip. Ja, debuut in de Kuip. Arve Latse eruit en John Heitinga, de 17-jarige verdediger van Ajax uit Alphen aan de Rijn, komt in het veld. Maar als je gaat kijken van welke wedstrijd is heel belangrijk voor mij geweest, is zeker wel de oefenwedstrijd geweest in Zweden in 2004. Niet alleen Liedmanen keerde vanavond terug in Ajax 1, ook de lang geblesseerde Johnny Heitinga maakte zijn opwachting. Ik zou eigenlijk verhuurd worden naar Vitesse en wij zouden nog spelen. En ik heb die wedstrijd gespeeld en Koeman zei na die wedstrijd, je gaat helemaal nergens meer naartoe. Dus voor mij, dat moment, als je het hebt over key moments, is dat toch wel carrière bepalend geweest. Niet veel later debuteer je in Nederlands elftal. En we pakken de beker, in ieder geval de dubbel met Ajax. In datzelfde jaar ontmoet ik ook nog mijn vrouw. En Johnny Heitinga zet in de 10e minuut van de tweede helft Ajax op een 1-0 voorsprong. En daar is het 2-0. En dan is het Heitinga die het laatste tikje geeft. Heitinga met een mooie demarrage. Heitinga met links een mooie goal van Ajax. Daar is het doelpunt. Het doelpunt waar eigenlijk heel Amsterdam op wacht. Nou ja, af en toe schoot die knie op slot en dan moest ik een beetje trekken en dan ging die weer. Maar ja, ik wilde alles spelen. Vol trots kijk ik terug naar mijn carrière, maar soms denk je wel eens wat als. Sowieso had hij veel langer doorgespeeld. Dat is een ding wat zeker is. En ja, wie weet bij welke clubs die dan nog allemaal terecht was gekomen of hoeveel interlands die dan had gespeeld. We hebben hem nog wel teruggehaald als speler. Hoe ging dat? Ja, dat was geen groot succes. Dat moeten we gewoon eerlijk zeggen. Als je ziet hoeveel wedstrijden voor Ajax 1 heeft gespeeld en op wat voor manier. Dat is denk ik zeker een grote manier geweest in het voetbal. Ik zou zo voor tekenen voor zo'n carrière natuurlijk. Premier League, WK-finale, ja, La Liga, nou noem het maar op. John, dit applaus wat jij krijgt hier is je echt van harte gegund. Je bent een grote Ajax-ziet. Stoppen als voetballer, dat is nooit het juiste moment. Lieve Ajax-supporters, ik ben jullie eeuwig dankbaar voor jullie steun. Hij kan het wel lekker laten blijken, ja, als het hem niet zint. Het woord definitief stoppen, met name de fase waarin ik toen zat. Dus het eigenlijk wel weten, maar niet accepteren. En het is geen prater. Dus hij zegt nooit wat er aan de hand is. Dan moeten we altijd gissen. Johnny! Ja, dan ga je iets zoeken om te doen. Dus toen heeft hij een aantal keer tv gedaan. En zo, cursus volgen. Ja, zo leer je zelf uiteindelijk wat je het leukste vindt en wat het dichtstbij ligt. En dat zijn dromen mogen uitkomen, zeg maar. Daar steun ik hem ook in. Wat ik eigenlijk altijd daarvoor ook heb gedaan. Oké jongens, even heel kort jullie aandacht. Laat het heen, bedoel ik. Laatst hadden we een teamuitje en gingen we met z'n allen
In die gracht van Amsterdam, wat deden we ook weer? Super. Ja, is dat. Er zijn een aantal teams die zijn in mijn ogen redelijk sterk. Ik denk dat het wel een kwaliteit van hem is om echt een team te maken. Hey, ik zit achterin, tafel 4. Daar houdt hij wel rekening mee om ons ook plezier te geven. Maar zo is hij zelf ook, want hij wil een team dat plezier heeft binnen en buiten het veld. En ik denk dat je dat wel terugziet. Ja, ik wil elk spelletje, of het nou nog steeds 11 tegen 11 is in een oefenwedstrijd of competitie, of we spelen tagball of voetvolley, ik wil winnen. Je gaat toch geen sok aantrekken? Nou, ik denk het wel hoor. Doe ik ook in de ijsbad. Ik denk dat het wel een persoon is die je echt kan vertrouwen. Toen mijn opa er niet meer was, toen heb ik ook met hij wel super veel gesproken. Ja, op dat moment voel je sowieso veel verdriet in die periode. En ja, ik heb sowieso wel mensen om me heen bij wie ik terecht kan. En waaronder trainer ook. En ja, dat was wel gewoon fijn, ja. Kano's erbij, met wat spelletjes erbij. Ook weer competitief, maar vooral om het wijgehalte te creëren. Ja, kijk, een teambuilding werkt alleen als iedereen ook met veel plezier daar naartoe gaat. En dat is hetzelfde geldt voor de staf. Gisteren in de rust? Daarna? Was je kwaad? Was je, wat deed het met je? Ik was sowieso al kwaad. Hoe ging je de tweede helft in? Had je het nodig? Nee, ik had voor mezelf niet per se nodig, want ik wist van mezelf van ja, dat kan gewoon niet. Ik moet de wedstrijd gewoon nu opnieuw beginnen en laten zien gewoon. Kijk, Nagy is een sterk karakter binnen onze kleedkamer. Hij is een jongen vol ambitie. Hij wil heel graag laten zien hoe goed hij kan voetballen. Maar tegen Telstar eerste helft was het gewoon onvoldoende. Was het de concentratie? Was het... Nee, ik was wel gewoon echt gefocust en zo. Voor de wedstrijd, gewoon net als altijd. Was je misschien overgeconcentreerd? Dat kan. Je kan slecht spelen. Dat kan. Je kan een mindere dag hebben. Maar het mag je nooit in je arbeid zitten. Wat ik heel erg waardeer in Sean is de confrontatie wie hij met die jongens aangaat. Hij spaart niemand. Dus ook de grotere talenten. Die worden eigenlijk het hardst aangepakt. Eindhoven heb je ondermaats gespeeld. Maar gisteren, eerste helft, was ondermaats. Deze jongens moeten realiseren dat het moet nog beginnen. Het moet allemaal nog beginnen. Herstelronde. Nee, herstelronde. Nee, eerste contractje stelt niet zo heel veel voor. Je kan ook heel snel ingehaald worden als je niet de juiste mindset en elke keer weer en elke dag hier naartoe rijdt van wat kom ik vandaag weer halen. Nagy! Nagy, aansluiten. Ik heb gewoon een goede band met hem en ik had hem gewoon uitgelegd dat ik ook op team wil spelen en dat ik daar in de as gewoon wel dichter bij de goal kan, waar mijn kwaliteiten liggen. Je rendement is wel weer lekker. Ja, dat wel. Zoals ik zei, ik heb een goede klik met hem, hij luisterde naar. Hij heeft me toen op 10 gezet en het pakt wel goed uit. Zontje aansluiten bij die groep. Ja. Voor hun is het heel belangrijk dat zij het realiseren dat ze heel dichtbij zijn, maar sommigen zijn ook weer heel ver weg. Jullie horen naar binnen en jullie denken, je zit al in die auto. Nee, ik verbaas me dan.
Dat had je gisteren moeten doen. Ga ik offers brengen? Staat alles in teken van mijn carrière? Want ja, de volgende stap moet toch de Johan Cruijff Arena zijn. En zeker wat super interessant is, als ze tussen wal en schip terechtkomen, hoe gaan ze er weer mee om? Ik kreeg een beetje een flashback aan het moment van Liu. Met die bal die je nu op Danilo gaf. Die gaf je toen aan Regeer. Goeie bal, Moussampa. Daar de ruimte bij Ajax met de eerste grote kans in directe doelpunt. Regeer maakt hem. Moussampa. Keertje ouderwets, gewoon een lange bal naar voren. Schitterend gedaan, Danilo, derde kans. En nu is het wel raak. En dat past ook bij het spel van jou gisteren, want je hebt gisteren echt heel goed gespeeld. En dat is ook een compliment aan jou, want als je kijkt, niet heel lang geleden hebben we hier gestaan met z'n tweeën, klopt dat? En met trainer Michel erbij. En toen hadden we het over perspectief. Waarin jij mij vraagt, trainer, heb ik hier nog perspectief? Klopt dat of niet? En wat heb ik toen gezegd? Ja, en dat is ook zo snel het kan gaan, jongens, hier. En dat moeten jullie wel realiseren. Kom, Max, sluit maar aan. Terrence, bij de rode stick. Terrence, je speelt tegen Arjani. Arjani. Zeg aan Estelado. Terrence, je had die laatste kap niet meer moeten doen. When you go, it's open. You have two opportunities, you know? Maar je wisselt wel om. Dus nu ben je verdediger, straks ben je aanvaller. Jullie, eentje hier. Steven speelt mij in. Woehoe! Ter, dan kom jij richting de pop. Lee, ik vond deze wat mooier. Je tikt die pop aan, achterwaartse kopbal, om de blauwe stick heen. Ik heb mijn doel al bereikt voor vandaag. Ik geef een horloge aan. Ja, kom maar. Max! Dat is wel grappig met het uitzetten van de dingen. Ja, elk pionnetje moet echt tot op de centimeter goed staan. En dan staat het, zeg maar, en dan komt hij toch nog maar even een klein beetje naar links of naar rechts. Dat typeert hem wel. En de ballen die geschoten worden, die komen automatisch bij jou. Soms ook als ik rustig even de video zit te kijken, tegenstanders zit te bekijken, dan komt hij weer, ja, maar we kunnen ook dit en dit. En dan, oké, dan moet ik me weer, en dan moet ik weer naar het bord en dan word ik weer meegesleurd, zeg maar. Ja, dat is zijn enthousiasme, dat is hoe Sean is. And Max's intensity is actually lower when he comes on as a sub in comparison to when he starts a game. It's interesting. I think it's also good that you discuss this with Troy, because probably the warming up was not intense enough. Ik denk nog wel dat hij nog steeds in ontwikkeling is. Weet je, in tactische vaardigheden, als een tegenstander bijvoorbeeld een tegenzet doet, denk ik, daar ligt nog een mooie weg open ook nog, om denk ik nog verder te ontwikkelen. Nou, in de jeugd moet je natuurlijk vooral rekening houden met ontwikkelen van de speler en niet op resultaat. Misschien was dat een beetje moeilijk soms voor hem, dat hij zo graag wou winnen en kampioen wou worden en dat soort dingen. Maar dat zijn nogmaals het beginnen leren van het vak. Voetbaltraining is ervaringsvak. En dan kun je op het allerhoogste niveau gespeeld hebben. Dan kun je alles gewonnen hebben, zoals hij heeft gedaan. Hè, maar dan nog trainen, ja, dat is totaal anders. En ik denk dat hij dat heel verstandig aanpakt. Dat hij altijd weer voor nieuwe ontwikkelingen openstaat. En hij wil leren. En hij komt dus zelf met ideeën. En hij probeert dingen uit. En ja, dat is denk ik de manier om als trainer jezelf te ontwikkelen. Soms zijn de trainers, ja, dat ze misschien te snel willen. En ik denk dat John dat ook in het begin had. Dat hij dacht van, hey, ik kan wel verder, ik kan wel door. Ik merk dat hij nu wat rustiger wordt als coach. Maar dat leer je ook door, ja, door dagelijks op het veld te staan. Door de problemen mee te maken wat je met een team hebt. Namens Ajax wens ik jullie een fijne wedstrijd. Vorig jaar 16e geworden, dezelfde selectie, wat jongens van de onder 18 door. Ik denk, nou. Blijf lopen, Kenneth! Blijf lopen! Ik denk dat wij wel de weinige wedstrijden de 0 hebben gehouden. Ja, heel weinig wedstrijden de 0 gehouden, maar ja.
We beginnen eindelijk eens een keer te scoren hoor, gasten. Yes! Doelpunt te maken met nummer 9, Max de Waal. Nou ja, op dit moment kan je met vol trots kijken terug naar de afgelopen periode. Ook hoe ze met teleurstellingen om zijn gegaan. We zijn moeilijk te verslaan en we creëren heel veel kansen. En dan zijn we toch nog elke keer heel kritisch om te kijken hoe we weer de volgende stap kunnen gaan zetten. En dat is wachten, daar is Kian hier met z'n tweeën. En een topper tussen Jong Ajax en Volendam, die eindigt in 4-4. Het leeft, het leeft. Zo'n tweede periode, het leeft. Ze kijken ook naar de ranglijst. Elke dag is weer een dag voor mij dat je wat leert. Is het niet alleen van de spelers waar je ook heel veel van leert. Is het ook van je staf en met name ook van één. Chris, Chris, play the easy ball. Dus ik vraag ook altijd of ik het rapportje mag richting de aankomende tegenstander. Wat Erik gepresenteerd krijgt, alleen maar om zoveel mogelijk kennis op te doen. Om zoveel mogelijk te leren. Je ziet, en dat is denk ik de grootste winst, dat alle jongens die er vorig jaar staan, zijn weer een jaartje verder. Dus die hebben een jaar kunnen ruiken aan de KKD. En dus zie je dat ze daar toch wel stappen hebben gemaakt. Rio, nummer 8. Maxi. Ja, ga de man lekker kijken, ze zullen extra mensen van ingooien. Daar is Kai Tejam en daar is de 1-1. Je bent ongeslagen in de tweede periode alleen. Ja, het is wel heel erg vervelend deze. Hier, je moet helpen! Dat is 16! Het is of leren of het is winnen. Nou, het is heel lang is het vooral winnen geweest en nu is het leren. Topos en Ajax blijven steken op 1-1 en vooral bij Ajax balen ze ervan. Je komt niet heel vaak in je carrière kom je in de situatie dat je echt om de prijzen speelt. En dat is denk ik een heel mooi leermoment die we weer meenemen. En wij, in ieder geval, wij zijn hier nog niet klaar in deze competitie. Nee, hij heeft wel altijd vanaf moment 1 al aangegeven dat het zijn grote droom is om Ajax 1 ooit te trainen. En ik zie hem dat wel echt bereiken. Hij is hier opgeleid, heeft hier gedebuteerd, heeft hier zijn carrière afgesloten. Hij is dus redelijk bekend bij de fans volgens mij. En ja, ik denk dat dat gewoon het plaatje wel compleet maakt. Dat hij de potentie heeft om dat te kunnen worden, daar ben ik wel van overtuigd dat dat mogelijk is. Ja. Hij heeft natuurlijk een cv, daar zeg je u tegen. En nu moet hij zijn sporen als trainer gaan verdienen. De beste trainer van de tweede periode, John Heitinga. Ja, het trainersvak in deze tijd is zo complex. En het is bijna niet te doen om een hele snelle weg af te leggen. En dat kan wel, maar je ziet overal om je heen topvoetballers zie je verdrinken. En hij kiest dus voor die weg, de geleidelijkheid. En ik hoop dat het hem heel veel succes gaat brengen. En dat verwacht ik wel op de manier waar hij mee bezig is. Van het bronzen schild is hij automatisch kanshebber voor het gouden schild. Voor de beste trainer van het seizoen. Graag nogmaals namens alle aanwezigen. Ik hoop dat ik volgend seizoen bij Ajax 1 zit, maar dan natuurlijk blijf ik daar nog lang als ik het haal. En dan hoop ik wel in die jaren dat hij ook trainer. Dat zou echt mooi zijn. Die ambitie die moet je en mag je hebben en mag je ook uitspreken. Daar is niks mis mee. Hij moet als trainer stappen gaan zetten en laten zien dat hij wat bijzonders heeft als trainer. Dat hij is, wat voor Ajax 1 nodig is. En ik hoop het, maar op dit moment moet je nog even gas geven.